De Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname, de FITS, heeft samen met het Museum Volkenkunde en Universiteit Leiden het project Pinaards Aansekloopedie gepresenteerd. Dit is gebeurd tijdens de herdenking van de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari. Karinjataal en cultuurkenners hebben het meer dan 100 jaar oude handgeschreven werk van de gebroeders Pinaard doorgenomen. Hercus van der Bos, Karinjataal en cultuurkenner en een van de vertalers van de oude stukken, vertelt hoe de encyclopedie tot stand is gekomen. Ik heb aan de mensen gezegd in Leiden, ik zit hier in Nederland, ik heb nog iemand, dat is meneer Reinier Artis, hij is ook antropoloog. Ik zeg, maak jullie contact met deze meneer, dat hij ook komt kijken, dan kunnen we het samen doen. En dat hebben we ook gedaan. Toen hij daar was, hebben wij eventjes met elkaar zo'n beetje hierover gehad. Toen zeiden wij tweetjes van, we moeten Suriname op de hoogte stellen. Toen hebben wij contact opgenomen met de FITS. En de FITS heeft allemaal verder gezorgd dat het zo ver kwam als de dag van vandaag. Van der Bos vindt het een heel kwalijke zaak dat de inheemse taal verloren dreigt te gaan door westerse invloeden. Hij geeft aan dat er wel nog dorpen zijn die de taal en cultuur naleven, maar dat is volgens hem niet voldoende. Want het hele appen, mobiele telefoon is een grote boosdoener bij ons. Alle, de jongere generatie zie ik vanaf 5 jaar, zie ik 6 jaar, 7 jaar... Bezig. Ze hebben geen interesse meer voor hun eigen ding, zeg maar. Taal, alles, gebruiken, cultuur. Geen interesse meer. Want dat heb ik ontdekt ook hoor, bij mijn mensen. Ook de volwassen mensen. Hoor. Ze hebben geen interesse meer in. Ze vinden andere dingen leuker om te doen. Dorpen in het zuiden, je noemt er eentje, Komala Samutu, Tepu, daar leeft het nog, ja. Maar hier aan de west, aan de kustkant, dan helaas moet ik zeggen, het is aan het verdwijnen, ja. Ik hoor hier een heleboel groepen zijn ontstaan. Sambura groep, dit groep, zus groep. Maar dat is alles ook. Want de taal, je gaat even wat vragen aan een van de dames of heren in het Indiaans, bla 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 bla. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Ik zeg, hé, hey, je bent zo mooi uitgedost, je hebt je hoofdtooi op, Ingi Kroos hier, om Fawaka. Waar blijft de taal? En dat vind ik een hele kwalijke zaak van ons, van mijn mensen. Dat is dus Hercus van der Bos, Karinjataal en cultuurkenner en een van de vertalers die aan de 100 jaar oude werkstukken van de Pinaards broeders heeft gewerkt. Hij sprak tijdens de presentatie over de Pinaards encyclopedie die op 21 februari in Andris Bejo is gehouden.